Welkom. In dit filmpje hebben we het over kennisnetgroepen en hoe die de samenwerking tussen docenten een stuk eenvoudiger maken. Stel, u bent docent Frans en op een onderwijsbeurs raakt u met enkele collega's aan de praat over lesmethoden. U merkt dat u best wat van elkaar kunt opsteken. U wisselt dan ook uw e-mailadressen uit. Al snel begint een interessante discussie via e-mail over lesmethoden, tips en ideeën, waarbij heel wat informatie en bestanden heen en weer worden gemaild. Maar met al die bestanden en e-mails lopen de mailboxen snel vol en raakt het overzicht kwijt. Hoe kunnen u en uw collega's nu toch informatie uitwisselen zonder het overzicht kwijt te raken? Met kennisnetgroepen. U surft naar groepen.kennisnet.nl. Daar maakt u in 3 eenvoudige stappen uw eigen groep aan. Vervolgens nodigt u uw collega's uit om ook lid te worden van de kennisnetgroep. U en uw collega-docenten kunnen nu documenten uploaden naar uw groep. Die komen dan op een centrale plek te staan waar u ze ook overzichtelijk in mappen kunt indelen. Daarnaast heeft elke groep zijn eigen forum, waar u en uw collega's interessante ideeën, tips en lesmethoden kunnen uitwisselen en bespreken. Ook nuttige links kunt u met uw collega's delen via de favorieten van uw kennisnetgroep. Met de agenda van de groep kunt u een afspraak plannen, bijvoorbeeld om een kijkje te nemen bij elkaar in de klas. En om al die kennis nog sneller te kunnen delen, kunt u nog andere collega's uitnodigen in uw groep. Snel en eenvoudig online samenwerken, dat kan met kennisnetgroepen. Start uw eigen kennisnetgroep en surf naar groepen.kennisnet.nl.